Bert komt Joop en Bets helpen om de kooikarpers te verhuizen. Joop. Het idee is het vijverwater te gebruiken om de karpers te vervoeren. Bert heeft gezorgd voor een lange tuinslang en een waterpomp. Dat moest ook nog eerder, want tijdens een bepaalde periode kun je die vissen niet verkassen. Dus zij zaten nog niet in de wisselwoning, maar de vissen moesten alvast verhuizen. Moet Wolter voor hem met die bak of achter? Nee, voor, want die gaat nou die bak terughalen. Kijk, wat doet ze, strijkt er een je op. Ja, Bertus, je hebt het gehoord. Nee, ik wil er niet bij. Hou hem eens even vast, joh. Ja, dat moet even, want hij moet, anders kan ik niet wanneer hij het doet. Waar is het gewoon? Bovenin? Bovenin, helemaal bovenin. Hier, hop, goed spuiten. En Bert heeft iets bedacht om de vissen mee te verplaatsen. Zwaar, hè? Wow. Wat doe je hier de vissen in? Een paar kleintjes. Hier in de wijk is het gewoon, je blijft van de kinderen en van de beesten af. Je kunt elkaar bijna doodslaan en er wordt niks van gezegd en geen aangifte gedaan enzovoorts. Maar je komt aan een hond en de dierenpolitie staat op je stoep. Ja, echt? Ze hebben ook, ja. Nou, ze hebben ook vaak verzekeringen. Ja. Ze hebben geen geld. Hoe staat het erop? De kont te krabben. Maar wel een verzekering voor de hond of voor de kat. Als ze naar de dierenarts moeten, dan moet dat betaald worden. Ja. Visjes komen hier dadelijk in. Kijk. Ja, daar. Visjes. Kijk. Zo vind ik dat het verantwoord, hè? Ja, dat moet, joh. Hè? Dat moet. Hier zit er één in. Kijk. Zie je hem? Nee, moet gewoon. Hey, wacht, Bert. Ik heb het moeilijk als ze hap met mijn vinger. Wolt al? Lekker. Wat, de bak? Dichterbij, Bert, schuim eens iets aan die plaat, kan dat? Bert heeft niet alleen het vervoer georganiseerd en het vervoer gedaan, maar hij heeft ook een wisselwoning voor de kooikarpers geregeld. Gewoon gaan googelen, gaan winkelen op Marktplaats. Ik heb een tweedehands zwembad gevonden, opgehaald en dat ding daar neergezet en opgebouwd. En dan kom ik om de hoek, hè? Want inderdaad, je gaat meedenken. Hè? Die mensen zitten met de kooikarpers en daar moet iets voor als ze naar de wisselwoning gaan enzovoorts. En Oké, we gaan meedenken, maar dan vind ik het weer te ver gaan dat jij op Google zoekt, een zwembad vindt en die gaat halen. Dan vind ik dan dat, van, bij Joop en Bert, dit is de oplossing. Succes. Ze komen niet verder en dan stagneert het op een of andere manier. Dat hoort niet allemaal bij je taak, maar dat trek ik toch een beetje mijn eigen plan in. Terwijl aan de eerste nieuwbouwwoningen begonnen is, heeft zich in de toekomstige wisselwoning van Joop en Bets een klein drama voorgedaan. Hey Joop, zijn je vissen aan? Zit terug naar huis. Hé? Zit terug naar huis. Hoezo? Hoezo? Want het is één grote rotzootje met alles hier. Dan moest ik weer in één keer een contract gaan tekenen voor 3 weken. Waarvoor? Omdat die vissen hier in de tuin staan. Oh? Dan slaat het nergens op. Er ging een druk tegen mij. De huis staat leeg. Ik moest de meterstanden opnemen en al die toestanden weer. Dat je het officieel al huurt, zoiets? Nee, want ik mocht er niet slapen. Nee. Dus ik huur niks officieel. Als ik ergens verteken, dan wil ik hebben dat het voor mij is. Tot ik er ook kan slapen. En dan kon ik hier niet. Nee.
En dat is het grootste probleem. Dat je kon die toestel niet meer slapen. Want dat die vissen hier alleen stonden s'nachts. Ja. De vissen zitten weer gewoon in de vijver. Kijk, ik laat best niet kapot maken de talen. Ze zitten al aan de oksepan. Ik vind het wel best.